hebben daar allemaal volgen, welkom. We hebben er even net in de praten. En dat is bijzonder belangrijk om alles op een lijntje te zetten. Ik ben op een gegeven moment door een DNA-lid, en ik zit op een keer zo, meneer Bauri, geïnformeerd. Namelijk dat Stalwijde is uitgegeven, net wel. Niet door uw minister, niet door uw minister, zo'n minister. Ja. Geïnformeerd, maar door meneer Kok. Direct daarna hebben we ook duidelijkheid gevraagd aan de minister van GIMI. En alle informatie opgevraagd. Waarbij de minister had aangegeven dat alles conform de juiste procedure en informatie gevraagd is. Vervolgens heb ik ook informatie laten opvragen via onze structuren. De stresscommissaris en andere instituten. En toen bleek namelijk dat de informatie die de minister gaat hebben niet de juiste was. Vervolgens is de minister zelf mensen weer gestuurd en een tweede rapport opgemaakt voor de president, waarin de minister aangeeft inderdaad. U zei verkeerde informatie gaat van de inspecteur. Mijn opdracht is of u gaat intrekken of ik ga uw beslissing opschorten. De beslissing van een president is niet grondbeschikking intrekken. Die bevoegdheid heeft de president niet. Ja? Twee. De president mag geen grond uitgeven. Dat is een bevoegdheid van de minister. Maar de president mag wel, als iets verkeerd is, dat besluit van de minister opschorten. En jullie weten, in diezelfde periode deed zich ook een zaak voor op de Quarantainrivier met betrekking tot opgraving van zand. Waarbij de minister van Natuurlijke Hulpbronnen in een rapport aangeeft dat hij die beslissing heeft genomen conform de procedures en regels en hij geen gronden heeft voor intrekking. Daar heb ik dan wel het besluit genomen om dat besluit van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen op te schorten en een onderzoeksteam samengesteld voor onderzoek. En dat team is bezig, recentelijk zijn ze ook geweest, naar het gebied om goed te onderzoeken. Hier heeft de minister toen beslist, is van Stalwijde, ja president, ik ga het intrekken. En zo heeft zij het ingetrokken. En van die intrekking is er ook registratie bij GLIS, dat die grond is ingetrokken. Namelijk datgene wat de minister toegewezen had aan de rechtspersoon. Helder? Tot dat toe? Ja. Mooi zo. Vervolgens gaat de persoon aan wie die grond toegewezen was naar de rechter en spant een kort geding aan tegen de staat. En uiteraard zo'n informatie gaat naar het ministerie van GDB dat er een zaak tegen jou loopt. En dat loopt via de procureur-generaal. De procureur-generaal is de vertegenwoordiger van de staat in rechten. Dat is het systeem. Niet de president wordt geïnformeerd. Laat dit duidelijk gezegd worden. Niet de president wordt geïnformeerd. De PG wordt geïnformeerd. En de PG informeert naar het ministerie. Het ministerie is geïnformeerd. De zaak wordt behandeld. En wie verschijnt niet? Advocaat van die staat, van het ministerie van GBB, verschijnt. En wat had de persoon gevraagd? Namelijk dat het besluit van de minister teruggedraaid moest worden. Wat heeft de rechter uiteindelijk beslist? Namelijk, u bent niet ontvankelijk, klager, maar aangezien hier
de gedaagde personen zijn niet verschenen, wordt die beslissing van die minister om het in te trekken opgeschort. En u gaat in de bodemprocedure dit uitvechten. Dat is de rechtmatigheid. U gaat de rechtmatigheid in de bodemprocedure uitvechten. Helder? In het besluit van de rechter, in het vonnis, zegt die rechter ook, dat die rechter ook leest, namelijk dat dat per se zoveel jaren geleden ter beschikking is gesteld van het ministerie van LVV. De minister bevestigde van LVV, ja, dat is toen de tijd gebeurd. Let wel, ter beschikking gesteld van LVV. Wat moet er nu gebeuren? Ja, terecht, daar moest er. Als je niet eens bent als staat, als je niet eens bent als ministerie van GBW, over die beslissing van die rechter, wat moet je dan doen? In hoger beroep gaan. Is het ministerie in hoger beroep gegaan? Nee. Nee. Ja, ik zeg het even. Nee. Dus inmiddels blijkt nu namelijk dat hoger beroepstermijn verstreken is. Helder? Wat moet je nu doen? En dat hebben we besproken. Een team van juristen direct belasten met het volgende. Ministerie LVV en alles doen dat ministerie LVV met die zaak aanvecht. Want de beschikking zegt, het is aan hem, althans, in gebruik. Dat is beschikbaar gesteld. Ja, dat is het, beschikbaar gesteld. Dus hij moet het aanvechten. Hij is rechthebbende. Ja, dat gaat binnenkort gebeuren. Komende week al, zijn feestdagen. Tweede is namelijk dat ik geïnformeerd ben door het DC dat er zaken zich hiervoor trekken waarbij er schade toegebracht wordt, vernielingen aangericht worden, er openbare orde verstoring plaatsvindt, er zijn strafbare feiten die genoemd zijn in het wetboek van straf. En dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met vernieling, beschadiging, dat daar een team van juristen de DC bij staat. En dat die zaken aangegeven worden bij de politie. En als er onduidelijkheid is, dat heb ik ook gevraagd, dat men overleg moet voeren met het Openbaar Ministerie. Die opdracht heb ik gisteren gegeven. Dat moeten zij doen. Ja, dat is hun werk. Dit is het. Dus nogmaals, juridisch traject. Wordt gedaan. De behandelingen die al verricht worden, zijn strafbare feiten. Daar moet er aangifte gedaan worden vanuit. Commissariat en andere belanghebbenden en ministerie en misschien ook de vereniging. Er is ook een vereniging daar die verantwoordelijkheden heeft. Mag ook aangifte doen. Pleeg ook overleg met het Openbaar Ministerie. En als laatste, als mocht blijken dat deze zaken onvoldoende leiden tot die gewenste oplossing, dan gaan we politieke oplossing zoeken. En als er koppen moeten vallen, dan gaan die koppen ook vallen. Dat kan ik vandaag. Er zijn DNA-leden hier, meerdere. Laat ze alvast een goede motie voorbereiden. Laat ze daar presenteren, de Nationale Assemblee goed onderbouwd. En laat ze iedereen mobiliseren. Om ook daar het parlement hun werk te doen. En met een goede motie te komen. Dat moet u doen. Dit is het proces. Helder? Muchas gracias. Dank u. Oké. President. Er is een kort geding aanhangig gemaakt. Wie zijn de partijen die tegenover elkaar staan? Nee. En wat wordt vereist door de exit? Nee. Gaat de minister op basis van de beschikking van GBB, van de tijd ROGB of de tijd NA, ik weet niet wat het was, als rechthebbende acties ondernemen? Wordt goed voorbereid tegen de rust. Wacht even, u gaat zelf zien. Ik op jou. President, terwijl u daar die uitleg heeft gegeven, zoals meneer Tewari dat heeft aangegeven, zijn die koeien of een deel van de koeien, de runderen, daar zonder water en gras. Wat moet er in die tussentijd gebeuren? Welke noodoplossing is er voor de daarvoor mensen? Daarvoor heb ik de DC gevraagd met een team die te gaan oplossen. Hier zijn ze een paar vragen. Ja. DC, hoe lang gaat het duren voordat de zaak daar aangepakt wordt?
Zitten? Ja, met de leden hier allemaal. En wanneer is er actie dat die dieren weer over water kunnen beschikken? Vandaag gaan we kijken met alle leden samen en met alle leden. Of er deze zo maken. Ja, dankjewel. Oké, succes allemaal en ik heb zeker de Pasen toegewenst. Dankjewel. En dan gaan we zeker de Ramadan-periode.